Ik was van jongs af aan, van mijn 17e, een hele gedreven topsporter die alles in het perfecte plaatje altijd wilde doen. Maar goed, ja, die weg die ging niet altijd zoals ik hem precies verwachtte. Mijn verwachtingen waren vaak veel groter dan dat ik daadwerkelijk op het ijs liet zien. En dat knaagde nogal eens aan mij. Maar goed, ik ging vooruit. Ik maakte elke keer een stap en ik wist het nou, richting een wereldtop aan te gaan. Ik maakte een flinke blessure mee in 2007, waar ik mijn Achillespeesbeen doorsneed. En dat was voor mij echt wel een enorme klap, want ja, dan snij je in één keer je Achillespees door en dan sta je aan de kant. Wat het bij mij deed alleen, was dat ik me nog harder vastgreep en ik dacht, ik ga nog harder werken om nog beter terug te komen. En nou ja, dat lukte ook. Ik kwam terug in 2008, eind 2008, en ik begon echt grote wedstrijden te winnen, World Cups te winnen. Ik won bijna alle NK's. Maar op de allergrootste wedstrijden won ik niet. Ik werd vierde steeds, of ik viel. En er gebeurde elke keer wel wat. En ja, dat begon zo vreselijk aan me te knagen. Ik werd steeds sterker dat gevoel van dat ik faalde, dat ik het niet goed deed. En ja, dat zorgde er alleen maar voor dat het voor mij op een bepaalde manier nog belangrijker werd. En in combinatie met ja, een privé aankoop van een huis die ontzettend maar aan mij ging knagen in 2011, zorgde dat ervoor dat ik in 2011 in de depressie belandde. En ja, dat is echt ja, de meest vreselijke periode in mijn leven geweest. Ik moet er nu zelf ook vaak weer terugdenken hoe dat dan is. Ik kan het bijna niet meer voelen. Maar ik kan je vertellen, als je daar middenin zit. Ja, dat is één grote zwarte mist die over je heen komt. Dat is echt verschrikkelijk om mee te maken. En het is ook eigenlijk niet te beschrijven hoe dat is, maar het is iets wat je 24 uur per dag eraan doet herinneren hoe sterk jij aan het falen bent, wat voor mislukkeling je eigenlijk bent. En zo ervaarde ik dat toen althans. Het voordeel, of nou het voordeel, heeft in ieder geval voor gezorgd dat ik daardoor veel meer ben gaan accepteren en ook daadwerkelijk ben gaan relativeren. Daarvoor kon ik altijd heel goed beredeneren waarom er veel ergere dingen in de wereld waren, maar ik had het nooit zo gevoeld. Ik kon het niet emotioneel zo relativeren, zo noem ik dat wel. En daarna kon ik dat veel beter en kon ik eigenlijk de dingen ook veel beter loslaten. In 2012 won ik toen ook nog twee keer een WK, het WK Sprint en het WK Afstanden. En dat was voor mij echt. Ja, dat was na al die jaren. Het was niet eens zozeer een bevrijding, omdat ik op dat moment al bevrijd was van alle ellende in mijn hoofd, grotendeels. Dat was het allerbelangrijkste in mijn leven. Maar het was natuurlijk wel een enorm boost voor mijn zelfvertrouwen ook nog een keer, dat ik dan ook nog eens een keer die wedstrijden mocht winnen. En toen won ik in 2014 de Olympische Spelen. En iedereen denkt dat is dan het allerbelangrijkste moment in mijn leven. Maar gek genoeg was dat op het moment ja, echt de kers op de slagroom. Het maakte het helemaal af eigenlijk. Maar de grootste prijs had ik de jaren daarvoor eigenlijk al gewonnen. En het voordeel daarvan was dat ik er gewoon heel simpelweg gewoon ontzettend blij mee was. Ik was gewoon zo vreselijk blij. En ik heb er gewoon intens van genoten. Ik verwachtte er ook niet van dat ik nou in één keer een bekende Nederlander ging worden of dat ik de wereld ging veroveren. Nee, ik had gewoon Olympisch goud gewonnen en dat was gewoon heel erg gaaf. En daar heb ik ook heel erg van genoten en ik heb daar heel veel leuke feestjes in Sochi mee gevierd, kan ik je vertellen. Het moment verstoppen was voor mij, ja, ik was tevreden met hoe het was op dat moment. Voor mij had ik alles gewonnen wat ik had willen winnen en ja, daar hoefde ik eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Je blijft altijd nog een beetje de schaatser, want ja, toch heel veel dingen merk ik wel dat mensen tot nu toe. Ik maak er nu ook wel gebruik van. Dat is ook gewoon zo. Ik ben nu mijn eigen bedrijf aan het beginnen, bokitoworks.nl. En daarvoor is het toch wel ja, heel handig om contacten op te doen, de juiste mensen in contact te komen die je helpen. En alleen je bent niet meer de actieve topsporter, dat niet meer. Maar ik vind het wel heel leuk juist om heel veel een stuk breder bezig te zijn met ondernemen in mijn geval dan nu. Dat vind ik ontzettend leuk om met ontzettend veel verschillende onderwerpen bezig te zijn. Ik moet het plan op papier krijgen. Ik zit met overheden om tafel. Ik moet in de praktijk. Ik ben sportlessen aan het geven, sportlessen geven. Er zijn zoveel kanten aan zo'n bedrijf die je uit moet werken. En dat vind ik wel heel erg leuk. Iedere dag is wel heel anders. En ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg. Ben ik wel heel blij mee dat ik dat nu doe. Mijn tip voor sporters die stoppen, topsporters.
Nou ja, ga je niet vastbijten op helemaal niets doen. Gaat toch niet lukken. Heb ik ook geprobeerd. Ga vooral wel doen wat je leuk vindt. De hele dag thuis zitten, dat gaat toch niet werken. Ik heb in eerste instantie gewoon heel veel... Ben hele dagen in de weer geweest. En ik weet al bijna niet eens meer waarmee. Maar ik was druk. En ik ga gewoon doen waar je zin in hebt en wat je leuk vindt. Verder, je hoeft niet aan de... Je hebt een lange carrière gehad of een minder lange topsportcarrière gehad. Je hebt in ieder geval heel veel dingen opzij gezet. Heel veel voor anderen gedaan. Je mag nu gewoon ook doen wat jij leuk vindt en waar jij zin in hebt. En uiteindelijk geloof ik, als je dat doet, dat dat echt wel een keer tot iets gaat leiden waarin je ook wel weer je werkzame leven op de rit gaat krijgen. En neem daar gewoon de tijd voor. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Ik ben het in ieder geval nu aan het experimenteren. Over een paar jaar mag je vragen of dat gelukt is.